Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza. Vanochtend trekt er een front van west naar oost over Nederland en dat zorgt voor regen. Maar achter het front komen er opklaringen en vanmiddag zijn er dan ook perioden met zon. De temperatuur ligt vanochtend nog rond de 10 graden, maar vanmiddag liggen de maxima zo rond de 8 graden. Verder waait het stevig. Er staat een matige tot krachtige wind boven land. Aan zee is de wind af en toe hard uit het west- of noordwesten en vanavond gaat het zelfs nog wat harder waaien. In het noorden kan dan een stormachtige wind komen te staan... en op en rond de Wadden mogelijk wel eventjes westenstorm 9 bevoor. Ook zijn de zware windstoten mogelijk van zo'n 100 tot 110 km per uur in dat gebied. Morgen is het in ieder geval een stuk rustiger, er zijn dan zonnige perioden. In het noorden en oosten komen wel wat meer wolkenvelden voor... en smiddags wordt het zo'n 8 tot 10 graden. En de dagen erna wordt het duidelijk frisser. Maxima komen over het algemeen niet veel hoger uit dan een graad of 4 En s'nachts gaat het licht vriezen. Ook nemen de mistkansen toe, waardoor het soms erg grijs is. En die grijsheid die kan best wel hardnekkig zijn. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne tweede kerstdag.